De zessen zijn. De zessen zijn voor Alexander van Eerde. Die is voor de vierde keer dit toernooi. Speelt hij voor zijn toernooileven. Nu ook weer. En het is een flip. Zessen tegen Aasboer van Marciano Eifel. Zessen tegen Aasboer. Zessen ligt nog voor. Nog steeds voor. Zessen blijven aan de leiding. Wil geen aanzien, geen boer en geen running klaveren. Dat is een koning. Koning nog steeds. Goed. Hij wil geen aanzien en geen boer. De laatste kaart is een boer. En je hoort het in de rail, de Rotterdamse clan is binnen. Hij mag gewoon gejaagd worden, toch? Van Eerden, hier op de achtste plek. Hey, naast me staat Alexander van Eerden. Alexander, jij bent uitgeschakeld net op, is het de achtste plaats of zevende plaats? Volgens mij achtste, hè? Achtste volgens mij ook, ja. Ja, achtste plaats. Drie keer, je was drie keer all-in dat je overleefde. Een keertje dat je er ook wel goed voor stond, maar het dubbelde de tegenstander door jou heen. Ja. Laatste keer eruit. Je kon niet veel doen, hè? Heel weinig. Ik begon aan short stack vandaag. Ben volgens mij niet boven de 20 big blinds geweest. Twee keer geshoft die er doorheen kwam. Heel veel geluk gehad met mijn A7 tegen 8. Ja, ik denk dat het ook vrij standaard is. Ik kan bijna niet wegdenken met 6 daar. Een van de beste. Lijkt me ook niet. Nee, een van de beste handen die ik vandaag had, denk ik. Marciano ook standaard, dus... Dat denk ik ook, gewoon standaard flippen en hoort erbij, zeker in zo'n short stack fase voor mij van het toernooi. Ja. Nou ja, mooi gespeeld, was eigenlijk niet veel van te zeggen, want je hebt niet veel flops gespeeld, dat lag er voor de flop in. Ja, dus, ik kon ook met mijn stack heel weinig flops spelen, denk ik. Hey, gefeliciteerd, mooie prestatie. Ja, prima, dankjewel man.